Hallo allemaal, mijn naam is Tom en vandaag ga ik de nieuwe dingen zien, de Snapshot 13W19A. Zoals je ziet bovenin is die uitgekomen. En ik ga het weer heel erg Russisch doen, oftewel Russisch, oftewel met command blocks. Dus, Lapis heeft een nieuw texture, althans een blok. En ook een block of coal heeft een nieuw texture, dat is meer grover. En charcoal heeft een nieuw texture, dat heel vet eruit ziet. En je hebt nu hardened clay, daar heb je ook een steenversie van. Doe je gewoon zo en dan een dye en heb je dit. Dat is heel vet, dat kun je zien. En met elke kleur heb je dit, kan je laten zien. Even in creative gaan. En dan kun je hier zien, heb je elke kleur, heb je hiervan. En ja, ik krijg net ook chesten en dat is voor het volgende. Als je ezels nu een chest geeft, je kunt het nu openen. Je gaat dan niet door te klikken, maar door shift te klikken kun je het openen. Zie je hier donkey staan, kun je dingen opbergen. En ik ga nu even iets testen. Als je hem bijvoorbeeld killt, of je dan de items terugkrijgt. En die krijg je dus inderdaad. Hij dropt dan de chest en de inhoud van de chest. Dus dat is wel aardig vet. En ik ga nu wat dingen laten zien. Of bugs die zijn gefixt. En ook nog een opmerking. Mobs spannen weer in groepen. Maar ik weet niet wat het betekent. Daar komen we later vast voor achter. Maar ja, ik geef wat bugs laten zien. Die gefixt zijn. Ziet u dat de achtergrond hier heel blurry is. En dat is totaal niet de bedoeling is. En ja, dat is dus inderdaad gefixt. En je kunt zien dat je de boog terugkrijgt. En dat was heel vaag hier, zoals je zag. En hij glitcht een soort van helemaal weg. Maar ja, dat is ook inderdaad gefixt nu. Je kunt ook hier zien dat de achtergrond niet meer vaag is, maar wel heel veel scherper is nu. En je kunt zien dat dit ook niet meer gebeurt. Je kunt niks op de grond gooien, dus dat is ook gefixt. Maar ja, ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze Snapshot Review. En als je het leuk vond, kun je het een like geven. Wil je nu eerst zien, kun je abonneren. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.